makkelijk, snel en betrouwbaar. Verzend vanaf nu geld naar Suriname via MoneyGram bij Haaien de Vries International Money Transfer met verschillende vestigingen in Paramaribo, Wanica en Nieuw-Nikeri. Overal in Suriname. Geld verzenden naar uw familie. MoneyGram, bringing you closer. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij, politiek en economie, culturele achtergronden en entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk met Frans Pinas. Altijd up-to-date. Diaspora Talk met Frans Pinas. En we zijn live in Diaspora Talk. Het is ontzettend koud buiten, man. Ik weet niet wat er gebeurt hier. Vanuit de Zen Studio in Rotterdam ga ik contact zoeken met showbiz, entertainment journalist Steven Sedo. Ik heb alleen maar zware onderwerpen vandaag in het programma. Ik denk, ik ga even iemand bellen om luchtig nieuws te brengen uit Suriname. Hallo Steven, ben je daar? Yes, groetjes uit Suriname. Goed zo, maar jij bent entertainment journalist, zeg ik hem goed? Of hoe noem je dat in Suriname? Ja, dat is het enige echte. Mr. Showbiz, jij bent bekend yes. En jij was ook medeoprichter van Teeny West, een weekblad voor de Surinaamse entertainmentwereld. Wat is het laatste entertainmentnieuws in Suriname? Weer dansen nog? Ja. Wordt een party gehouden deze dagen met corona, dwars door corona? Nee, december had je dat wel. Oh. December had je dat dwars door die corona die jongens gewoon een party organiseren. Dat riekt naar burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, en op een gegeven moment, de jongens gaan vanuit ze leven van de muziek. Mm-hmm. En die overheid, er is gesprekken gevoerd met de overheid om protocollen te maken. Maar dat is helemaal niet echt van de grond gekomen nog. Oké, dus de entertainmentindustrie van Suriname, die had gesprekken met de overheid. Ja. En dan zouden, wat willen ze, wat zou uit die gesprekken moeten komen, wat willen ze dan? Protocollen, er is sprake over, dus er is een platform platform in het leven geroepen onder de leiding van de zanger Brian Munsla. Mm-hmm. En hij was in gesprek met de overheid om protocollen te maken. Ja, en hoe zijn die gesprekken verlopen? Waar zijn die gesprekken nu? Nu op dit moment de gesprekken, het is helemaal niet zo ver gekomen dat ze waren al bezig te praten over de protocollen. Ze hebben een aantal gesprekken gevoerd, maar het is niet zo ver gekomen. Dus je kan zeggen, het is gestaan en het is nog steeds bij die protocollen gebleven. Waar zal het aan liggen dan? Nou, ik weet het niet, man. Ik weet niet waar een... ik denk de bewustwording. Ik weet niet waar het aan ligt, maar... ik denk dat het de overheid die industrie een beetje onderschat. Dus de overheid onderschat de industrie? Die muziekindustrie, ja. Hoe? Waarom zeg je dat? Hoe weet jij dat? er zijn een aantal dingen, bijvoorbeeld die artiesten die vechten al lang naar mogelijkheden om te kunnen verdienen van de muziek, hè. Royalties, muziekauteursrechten. Maar die kwam ook nog niet van de grond. Oké, is de overheid daarvoor verantwoordelijk voor de royalties van artiesten? Ja, de wetten moeten gemaakt worden, ja. De overheid moet een bijdrage leveren eraan, ja. Oké, dus in vorm van wetten maken? Ja, en ook een organisatie opzetten die dat moet controleren. Ja. Dat is hem. En hij wordt niet opgetreden, zeg jij. Die Surinaamse artiesten kunnen voorlopig niet optreden? Nee, voorlopig niet. Want de overheid is nu... de overheid stopt nu alle evenementen die worden... alle illegale evenementen die worden georganiseerd. Mm-hmm. Wordt nu stopgezet door de politie. Ja, alles. En allemaal, ja. Ik heb flyers voorbij zien komen. Mm-hmm. Voor parties in december met bands uit Nederland.
Heb je die flyers ook gezien? Hebben jullie die flyers gezien? Ik heb die flyers gezien op Facebook. Heb je flyers en de flyers worden ook via de app gestuurd. Ja. Ja. Ja, dat is gewoon een pakje. Een heleboel van die feesten zijn stopgezet, hoor. En wat doen de politie? De politie pakt ook, die neemt ook die muziekinstrumenten in beslag. Ja? En dat valt niet in goede aarde voor van die artiesten. Ja, ja. Is dat gebeurd al? Ja, man. Want ja, ik hoor dat het schort aan die handhaving. Dat is iets schort aan. Aan die handhaving van? Handhaving, ik bedoel, de politie treedt niet op. Er wordt niet gehandhaafd. Nu wel. Nu okay. Kan je niet zomaar zeggen van je gaat iets gaan organiseren. Nu treden ze wel op. Oké. Okay. Mm-hmm. Ja, ja. En wanneer was dat? Er was ook een persconferentie. Zaterdag. Vrijdag was er een persconferentie. Mm-hmm. Wat is er gezegd? Drie artiesten. Drie artiesten die zijn dus die reggae-artiest Jaap Hensbaas. De handbaas. En, ja, ja. Enver en King Koeba, die op dit moment nu in Suriname is, hebben dus een kleine persconferentie georganiseerd. En ze hebben de overheid gevraagd om te gaan praten weer. Ze hebben mis nu uit. Vooral over het geval dat waarbij de politie die illegale feesten stopzetten. En ook mee ook die en bepaalde instrumenten mee in beslag nemen. Vooral de boksen en dat soort dingen. Je zegt het zelf, illegale feesten. Ja. Ja, dat bijvoeglijk naam woord wat je voor de feesten plaatst is al vervelend. Ja. Ja, die artiesten hebben in feite hebben ze niet. Kijk, die mannen willen verdienen. Bijna al 2 jaar hebben de artiesten nu kunnen optreden vanwege de COVID. Mm-hmm. En worden ze gecompenseerd? Nee. Worden ze gecompenseerd door de overheid? Nee, dat weet ik niet. Ja, als showbiz-journalist moet je alles weten, hè? Anders, ja, eerlijk is eerlijk. Ik bedoel, als wij bellen met... Ja, ik bedoel, als ze niet optreden, worden ze wel gecompenseerd door de overheid? Dat weet jij niet. Nee, ze worden niet gecompenseerd door de overheid. Is ook niet vreemd, maar, is ook niet vreemd als je nooit belasting hebt afgedragen aan de overheid? Ja, klopt. Als waar dan het ligt, weet ik niet. Oké. Okay. Maar ik heb bijvoorbeeld als showbiz-journalist ben ik al langer dan 25 jaar mee bezig. En wat ik heb gezien, dat de artiesten zich moeten bundelen. Verenigen. Okay. En dat is een probleem in Suriname. Die artiesten kunnen zich niet bundelen. En als je niet bundelt in een organisatie, ga je echt niet, de overheid gaat je nu dus niet serieus nemen als je niet bundelt. Is het toch een artiestenorganisatie, of niet? Er is een platform opgericht. Ja. Maar wat merk je nu, dat behaald naast het platform gaan die drie artiesten een persconferentie doen. En ik had zoiets van, waarom doen ze dat? Waarom praten ze niet met de voorzitter van het platform om te zeggen van, meneer, wat is aan de hand precies? Maar dat doen ze niet. Ze gaan een eigen persconferentie draaien en de overheid weer onder druk zetten. Mm-hmm. Ja, en hoe kijkt de overheid naar? Ze hebben de overheid een weeg gegeven om te reageren. Oké. Okay. En als ze niet reageren, dan gaan ze feesten. Ja, dan gaan ze misschien door met hun illegale feesten. Het is geen goede situatie. Later, is er nog meer dingen die wij moeten weten hier? Ja, Dowie Man, Desmond Lewis van de bekende reggae en dansaal muziekgroep van de... Ja, van de jaren 80 en 90, Reinforcement. Uh-huh. Die is vrijdag. Dinsdag. Moest dat zijn. Dinsdag 11 januari, die is opgenomen. In het Academisch Ziekenhuis. Wat is met Dowie Man? Dowie Man, die is... hij is diabetes. En hij had een wond. Uh-huh. En die is zodanig gaan verergeren dat men dus zijn been is geamputeerd. Is zijn been geamputeerd? Ja, okay. Nu op dit moment wel, ja. En
De stichting 1 voor 12 die heeft, die is erachter, die organiseert alles. Die been is al geamputeerd en zijn bezig om Dowieman opvang te geven. Okay. Afvanghuis. Men denkt aan Huize Asiana. Nadat hij dus van het ziekenhuis is ontslagen, gaat hij naar Huize Asiana. Oh, dat is niet zo goed nieuws voor Dowie. Dus hij ligt nu in het ziekenhuis met... ja, hij ligt nog steeds in. Ja. En Dowie heeft geweigerd, hè? Wat heeft hij geweigerd? Hij wilde niet... hij wilde zijn been niet laten amputeren. Ja, niemand gaat zijn been zomaar laten. Je gaat eerst weigeren, toch? Doordat die diagnose niets anders kan zeggen dan amputatie. Ja, klopt. En, want hij wil niet afhankelijk zijn van anderen. Dat heeft hij pertinent verteld. Maar bestaat die band nog in Suriname? Deel van de band is hier toch, Johan Man? Ja, deel van die band is daar Johan Man en Sister Patty. En in Suriname heb je Saki Man, Dowie Man. Ja, de band bestaat nog hoor. De band bestaat nog als Johan Man en Patty in Suriname zijn. Mm-hmm. Dat treedt die band ook op. En ze treedt vaker in weet je dat ding daar, Dream Café. Nou. Daar treden ze op. Oké. Okay. Dit jaar hebben ze niet opgetreden? Nee, vanwege COVID hebben ze het niet meer opgetreden. Ja, maar okay. Het was iets van december dat Johan Man gecontracteerd wordt. En als hij komt, en dan neemt hij reinforcement ook mee. Mooi. Dowie Man, ziekenhuis. Meer entertainment nieuws die wij hier zouden moeten weten? Ja, die artiest Bigil Watfam, die is... vader geworden. Voor de derde keer vader geworden. Hoe heet die artiest? Bigil Watsam. Bigil. Watsam. Hij is van Suripop, hè? Suripop Bava. Hij is de componist van de laatste... Want die naam heb ik voorbij gezien komen. Ja, hij is vader geworden. Dus gefeliciteerd hem. Namens de diaspora toch. Meer nieuws. Meer actualiteiten. Meer, Tori. Akba? Voor de laatste... Dit jaar is het precies, laten we even kijken, wat ook leuk is om te weten, is dat die zangeres, we noemen haar fusion zangeres, Nisha Madaren. Nisha Madaren, ja, dat ken ik. Daar, we hebben lang niks van haar gehoord. Ze heeft laatst haar studie, bachelorstudie rechten aan de Anton de Kom Universiteit afgerond en nu gaat ze door met master. Dit jaar, ze heeft ook lang niets gedaan op je gebied en ze vertelt dat ze dit jaar... Vertel dat ze dit jaar komt met nieuwe muziek. Mm-hmm, mooi. Dus uitkijken dus. Ja. Ze is ook dit jaar, precies 5 jaar, getrouwd. Met haar. Met haar man is ook tevens haar manager. Oh. Ignaas. Ignaas. Mooi. Ja, we feliciteren hem, hè? Lustrum, hè? 5 jaar. Ja. Aha. Ik heb ook... Ja, ga door. Entertainment is beste mensen uit Suriname. Gewoon omdat er allemaal zware berichten komen uit Paramaribo deze dagen als ik minister interviews en politici. Ik denk, laat maar een entertainment journalist, niet een entertainment journalist, maar de entertainment journalist. Meer nieuws, jongens, vertel mij. Yes, de Latin King Johan Michigan heeft geschiedenis geschreven in Suriname. Oké. Okay. De laatste single die... Lobbywee, even goed uitspreken, Milobiwee. Alkans, die is 13 weken op de eerste plaats gestaan van de nationale top 40 van Suriname. 13 weken? Dat is niet niks, hè? Dat is heel veel. Ja, 13 weken gestaan. Ja. En die man heeft van die top 40 een speciale certificaat ontvangen. En hij heeft ook een nieuwe single nu ook, Wakaboom. Uh-huh. En die single doet het ook goed in Suriname. Dus Johan Misijang is de top 40 artiest van Su. Mooi. Okay. Ja man, die man doet het goed hier hoor. Hij is verschrikkelijk populair. En zijn laatste video heeft hij gemaakt met danseressen van Javaanse afkomst. Okay. Dat is ook leuk om te zien op de televisie. Ja. Mooi. Helemaal goed, maar ik hoor alleen maar mooie verhalen uit Suriname showbiz. Hier hebben wij te maken nu met een seksschandaal rond The Voice of Holland. The Voice. Gebeurt er niks spannends daar? Ik bedoel, entertainment is ook
bemoeit, hoor, roddelen. Action. En alles is goed dus. Het gaat alleen maar goed. Alleen maar... Of, je bent van goed nieuws, joh, hè? Nee. Dat is zo toevallig dat alleen maar leuke nieuws hebben. Ja. Maar dat gebeuren ook andere soort dingen in Suriname, hoor. Andere soort... bijvoorbeeld... wat opvallend is dat wij... Dus die nieuwe song van... Kater Karma. Kyo heet dat. Mm-hmm. Die song doet het ook heel goed. Maar wat ik merk op social media is dat de topzanger... Brian Munslag, die toegeeft dat hij geen fan was van Kater Karma. Maar nu, met die nieuwe plaat, hij fan is geworden. Okay. Dat is ook leuk om te weten. Ja, dat is belangrijk. En mensen in die business die zeggen van, nou, hij slijpt. Hij wil een nummer met Kater Karma zingen. Oh. Oké, okay. hij wil een nummer met Kater zingen, vandaar dat hij fan is geworden. Vandaar dat hij dat... Ja. Dat hij dat heeft gezegd. Maar van die Brian komt dit jaar ook nieuwe songs, hoor. Hij heeft een nieuwe single die later in het jaar uitkomt. En Guus Spengel heeft ook zijn bijdrage aan die single. Mooi. En Esther van Daal, die doet het ook. Dus het wordt een kanjer, als je mij vraagt. Oké. Mooi zo. Lil Q, is er iets nieuws van hem? Lil Q... Het nieuws dat ik weet dus van Lil Q is dat zijn project... Mensen wachten op dat project van Coroni. Oké. Okay. De bevolking wacht op. Ja. Dat is een artiest die een donatie gaat doen aan het district, aan districtskinderen van Coroni. Ja. Oké. Okay. En de mensen hebben het gehoord en ze wachten erop. Nou, is goed. Is goed, joh. We houden het hierbij voor deze week. Steven, Cedo. Vanuit Paramaribo, Mr. Showbiz. Grand Tangi. Oké. Okay. Welke pokoes moet ik hier... Je zei, hoe heet die pokoe van Karma? Kyo. Oké. En, yes. En dat is populair in Suriname. En die van Johan Misija? Het is nu de hit in Suriname. Oké. Okay. En die van Johan Misija is de plaat van het jaar. De Surinaamse plaat van het jaar. Alright. Ik zal ze allemaal afdraaien dus vandaag in het programma. Het is geen muziekprogramma. Maar wij maken wel tijd voor... actualiteiten. Dit is Reinforcement. Doe iemand zak. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.